Oh, stuk dat ben je hier komt? Nog een uurtje. Zeg maar dat we de trein naar Eindhoven gingen pakken. Ik volg stuk nog heel lang, maar deze mannen die rijden niet pakken, man. Ja, ze zijn dat zou Het gaat heel niet leuk vinden. Geen gasten. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Martijn. Ja, en jullie dachten dat het jachtseizoen over was. Niets is minder waar. Wij hebben één bonusaflevering. Ja, wij gaan kijken wat krijg je nou gratis als je meedoet aan het jachtseizoen. Dus jij denkt het tegen ons op te kunnen nemen? Luister, we openen zo. We zitten midden in het programma vast. Oh ja, we openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag je een poging wagen om te gaan ontsnappen. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong. En daarna komen wij direct in actie. Je krijgt onze GPS-tracker mee. En elke 10 minuten krijgen we de exacte locatie door. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven? Dan staken wij de jacht en dan ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je binnen die tijd, dan ga je meteen terug de cel in. Is dat duidelijk? Oké. We zitten nu in onze rol. Ja, we zitten nu in onze rol. Maar we hebben wel tijd. Ja, maar we doen alsof. Zullen we gewoon even kijken of we gaan het hamer kunnen fixen? Ja, hier. Mensen. Kijk, go. Dames en heren, excuse. Wij doen mee aan het programma Jachtseizoen. Heeft iemand wat eten voor ons, alsjeblieft? We hebben nog niet gegeten vanochtend. Helemaal niks? Shit, helaas. Hamburgertje? Niemand die ons een hamburger wil geven, jongen? Een eurotje? Niemand die ons een hamburger... Ah, ja? Kijk eens, hè? Ah, topper, man. Dit gaat Giel niet leuk vinden. Ja, thanks, man. Moeten we wel door? Ja, super. Dankjewel. Topper. Hey, jongens, help. Thanks, boys. Door. En chillen. Lekker, man. Oké, zullen we door even voor de we zijn voor het shot. Voor het shot rennen. Oké. Ja, gaan we rennen? Ja, we gaan rennen. Ja, dat is wil jij een treinkaartje betalen? Ja. Je bent een topper. Je bent een topper, ouwe. Ja. Zij gaan ons ticket betalen. Wat liever moeten trainen? Oh man. Als wij nu met de trein vertrekken, dan worden ze gek. Dan gaan ze niet leuk vinden. Hey, we worden wel vol gespot door de mensen hierachter. Ik denk dat wij van iedereen hier hulp kunnen krijgen voor gratis shit. Fuck. Nog 2 kilometer. Nog 2? 2 kilometer verwijderd. Fuck. 2 kilometer verwijderd, dat is echt om de hoek. Waar gaan we heen? Tilburg. Tilburg. Okay. Thanks, boys. 1, 2. Later. Gratis reis. Check. Jongens, even. Waarom haasten jullie? Geen idee, maar graag kaartjes. Kaartjes binnen. Oh ja. Doe relaxed. Oh ja. Sukkel. Je gelooft, jij bent zo'n patheloze leugenaar. Jongen, ja? Ik geloof helemaal in mijn eigen leugens. Je gaat die eigen leugens geloven. Jezus. Welkom in de Sprinter naar Blokstoel. Ze zijn op 500 meter, hè? Dit gaan ze niet leuk vinden. Oh, maar ik wil Giel zijn kop zien, hè? Als hij nu hier aankomt, dan spreekt net. Ja. Hey, pak hem! Stop! Ik kan hierin! De deur staat open! Kom op! Hey, even, hebben jullie gezien hoeveel zo'n kaartje kost? Nee. Dat is 7,30 per kaart. Nee! €1 toeslag. Deze guy heeft gewoon iets van meer dan 32 euro van zijn uitgegeven. Maar hij heeft wel fame. Ja, voor, hey, maar laten we wel heel eerlijk zijn, voor een kaartje die we echt absoluut niet nodig hebben. Nee. Nou ja, ik heb Tilburg altijd al willen zien. Dat is waar. Even een koffietje. Hallo. Wij doen mee aan het programma Jachtseizoen. En we hebben niet heel lange tijd, we hebben ook geen geld, aangezien wij boeven zijn. We zijn net ontsnapt uit de gevangenis. Hebben jullie misschien een gratis koffietje? Voor dit boefje. Voor mij, want ik... Hij wil koffie. Ik kan niet zonder koffie. Ik wil graag een warme chocolademelk met slagroom. Ben je niet heel veel ijzend? Wat een ijzend. Ah, jullie zijn top. Yes. Jullie zijn top. Fantastisch. Ja, dankjewel. Dat was kusjes. Tot snel. Oké, en weer door. Die gaat Giel niet leuk vinden. Die gaat Giel niet leuk. Bios. Hey, thanks, man. Jongen. Seizoen. Boys, succes. Ja, thanks, man.
kip. We zijn al 3 uur uit handen, jongens. Ik moet echt wat eten. Ik ook, man. Ik kan niet meer. Ja, kip tickets? Ja, man. Wij doen mee aan het programma Jachtseizoen. Ja, we zijn al 3 uur uit handen van Stukjes mee. Maar we moeten even wat eten. En aan de hand van deze nieuwe GPS-locatie begint Thomas een patroon te ontdekken bij een ontsnapte boef. Volgens mij is zijn tactiek gewoon van fastfoodketen naar fastfoodketen naar fastfoodketen. Oh, je bent een baas, man. Dankjewel. Popcorn. Ja, je bent een topper. Ik ben een topper, ouwe. Bedankt, man. Dit gaat ons echt helpen. Als Stuk de P hier komt, nog een uurtje. Zeg maar dat we de trein naar Eindhoven gingen pakken. Je fixt de hele wereld op deze manier, jongen. Niet normaal. Trek gewoon 3 overras. Hoe mooi is dat we heel veel in de bioscoop zitten. Ja. We willen het gewoon vernederen. Giel wordt gek. Ja. Dat is het. Niet leuk vinden. Ik krijg elke keer krijgen we te maken met nieuwe tactieken, hoor. Hallo! Ja. We hebben net van de bieper begrepen dat wij echt al nog iets van 40 kilometer voorstand hebben. Ja. Toen dachten wij, het is wel heel vernederend als wij een heel klein stukje van een filmpje meepakken. Ja? Ja, oh, top. Zaal 7. Welke film is dat? First Kiss. First Kiss, nice. Ik heb altijd al de intro van First Kiss willen zien. Dat gaat Giel niet leuk vinden. Nee, gaat Giel niet leuk vinden. Ja, hij wacht op ons! Nee! Ik wil het niet! We moeten dit niet doen! We moeten dit niet doen! De vaste kant kan best wel eens nemen. Als hij dood is, krijg je hem niet meer terug. Nee, doe het niet. Ga dan niet naar binnen. Oh. We moeten weer gaan. Ja, seizoen, jongen. Ja, toch. Ik wil je best even helpen. Drink of zo. Wil je ze drinken voor ons halen? Natuurlijk, hier een gast. Oh. Ja, oh, je bent topper, ouwe. IJsjes? IJsje? Kom op, doe een IJsje. Doe een IJsje. Ja, Jaure. Is er gewoon weer bij die fastfoodketen is dat? Ja, fastfood. Kijk, hier, luister vriend. Ik volg Stuk TV al heel lang, maar deze mannen, die ga je niet pakken, man. Echt waar. Hey, luister, de naam zegt al, gierige gasten. Die mannen, die kunnen zonder geld, kunnen die overal komen. En dan even aansluiten, Giel, dit ga je niet leuk vinden. Dit ga je niet leuk vinden, maat. Help! Dan wordt met ons gespeeld. Ik heb net een tweetje gestuurd. Ja? Naar de gasten, luister. Ik heb gierige gasten, gezien met Stuk TV, het Gielke, het Toontje. Ik heb gierige gasten gezien in Breda. Oh, lekker! Lekker! Jongens, hebben jullie een auto? Hebben jullie een auto? Sorry. Nee? Ja. Hey, goeiedag. We moeten zo snel mogelijk naar Eindhoven. Ja, kent u het programma Jachtseizoen? Ja. Ja? Dan moeten we dus 4 uur lang uit handen blijven. Dit is de pieper afgegaan hier. Ze denken nu dat we op de trein zijn gestapt naar Den Bosch. Als wij nu met u met een taxi mee kunnen rijden naar Eindhoven, dan helpt u ons echt enorm. Yes! Stoppen! Nu deze auto's in de gaten houden. Volgens mij zijn dat zo. Bukken. Ah, oh shit. Ik wil echt die koppen van hun zien, jongen. Die ben hier wel heel knus, maar eigenlijk helemaal voor niks natuurlijk. Nee. Helemaal aangelegd. Hartstikke bedankt, hè. Hey, thanks. Je bent echt een topper, ouwe. Je kan die overwinning gewoon proeven in de lucht. Oké, jongens, waar gaan we dit vieren? Kroegie? Ja. Ja, toch. Kroegje, biertje. Biertje. Meneer, bent u de manager? Ja, onderhand. Oké, wij doen mee aan het programma Jachtseizoen. Ja. We zijn nu bijna 4 uur uit handen. Ja. Ze zijn 8 kilometer van ons verwijderd. Ja. We weten als wij nu hier rustig een biertje gaan drinken, dan hebben zij niet genoeg tijd om van ons te winnen. Maar hoe vernederend is het dat wij hier dan lekker aan de pil zitten? Dat maar we hebben alleen geen portemonnee. Kent u het programma? 3 bier. Ja, lekker. Topper. Dit gaat Giel niet leuk vinden. Dit gaat allemaal zo godsgans gemakkelijk met het rode pakje. Ja, ik denk dat zij in hun eigen vingers hebben gesneden. Ze hebben het te groot gemaakt. En daar maken wij nu gebruik van. Maar moet je ook nagaan hoe chill wij hier zitten. En dan even te bedenken hoe zij er nu bij zitten in de bus. Ontzettend veel gratis gekregen van taxiritjes tot treinritjes tot een biertje achteraf. Het was allemaal lekker.
Ik heb genoten. Ja, en ik zou zeggen, als jij nou denkt, ik wil ook zo'n pak, want ik wil ook gratis door het leven. Dan moet je even commenten, laat even weten waarom jij dit pak verdient. En dan krijg jij misschien een van onze pakken thuisgestuurd. Ja, yes. Dus like even de aflevering als je hem ook tof vond. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik heb nog iets heel leuks voor jullie. Oeh, vertel. Ga ik nu doen. Zoals jullie misschien wel weten, doe ik naast Giergasten ook hele toffe dingen voor het kanaal Constrate Bolt. Zo ben ik laatst samen met Rijk op pad geweest, Untrained on a Mission, en zijn we mee gaan trainen met een elite eenheid van de Korps Mariniers. Nou, deze eenheid die noemen we de Marshof en die wordt alleen ingezet bij hele heftige situaties. Dit moet je zien, dus ga snel naar het kanaal van Constrate Bolt, klik op Untrained on a Mission en je kan ook natuurlijk even gewoon de link in de beschrijving aanklikken.